Hallo mensen, welkom in Papers, Please. Dit is een leuke game, het is een indie game. En het gaat erom dat jij op een landgrens zit en dat je dus mensen moet toelaten of moet weigeren in jouw land. En als ik het goed heb, is dat land Arstotzka. Het is gemaakt door Lucas Pope. Dat zie ik nu hier staan. Dat wist ik eigenlijk niet. Ik dacht, kijken, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Goed, het is een leuke game en ik dacht dat jullie het wel leuk gaan filmen. Mocht je het nou heel leuk vinden of echt niet leuk vinden, laat me dat al even weten in de comments. Want dan weet ik of ik meer video's ervan moet gaan maken. Mijn plan is om per video 2 dagen in-game te doen. Dus ja, ik weet niet hoe lang die video's dan gaan worden. Maar goed, we gaan nu gewoon lekker spelen. Dus ik zeg story. En ja, jullie zien nu dat ik al heel erg veel heb gedaan. Ik ga nu alleen een nieuwe storyline beginnen voor deze series. Congratulations! The October Labor Lottery is complete. Your name was pulled. Okay, blijkbaar is er weinig werk voor mensen of zo. For immediate placement, report to the Ministry of Admission at Greston Border Checkpoint. Dus daar moet ik heen. Greston. Oh, misschien in het land van Greston, dat weet ik niet helemaal, maar goed. An apartment will be provided for you and your family in East Greston. Dat was toch Greston, dus... Misschien zijn het provincies, maar goed. Expect class 8 dwelling. Ik weet niet wat dat betekent. Nou, Arstotzka. Zie je nou wel? Arstotzka, ik had gelijk. Glory to Arstotzka. Oké. Zoals ik al zei, ik heb al best wel wat gespeeld. Dus ik weet ongeveer hoe het moet. Alleen de vorige keer dat ik het zelf heb gespeeld, heb ik het op easy mode gezet. Waardoor je dus meer geld krijgt. En al dat soort dingen. Dat ga ik nu niet doen. Zijn we al moeilijk, hardcore, nu. Oké. Is de krant. Greston Border Checkpoint opens at last. Ja, oké. Okay. Daar ben ik dus voor. 23 november 1982. Oké. Okay. Inspector. Welcome to your new position at Greston Border Checkpoint. Stamp passport entry visa and return documents to entrance. Entry is restricted to our Arstotzkan citizens only. Deny all foreigners. Oké. Ik mag dus alleen nog maar mensen die in Arstotzka wonen binnenlaten. De rest mag oprotten. Glory to Arstotzka. Oké. Pay attention to passport nationality. Ja, dat ken ik allemaal al. Dit ken ik ook. Oké. Verder hoef ik niks. Wat ik wel ga missen. Ik had al toetscombinaties in mijn game. En nu moet ik dat gewoon handmatig doen. Maar goed. We gaan de dag starten. En ik ga kijken hoeveel mensen ik kan binnenlaten slash behandelen. Is dit een goed ding voor behandelen? Ja, ik zie je. Hij is van Arstotzka, dat zie je hier. En ik herken het paspoort ook al. Dus ik ga alleen even zijn gezicht checken. Dat hoeft nog niet. Oké. Ik mag dus gewoon iedereen binnenlaten. Blijkbaar. Oké. Ik ga dit open houden. Zo. Ja, jij mag er niet in, want jij komt uit import. Doei. Ga maar weg. Volgende. Ik wist niet dat die eerste missie zo saai was. Ik denk dat ik dit versteld ga doen, dat we direct naar de tweede dag gaan. Want, ja, dit is al heel makkelijk. Ik moet gewoon iedereen die niet uit Arstotzka komt... weigeren. 12 mensen heb ik. Ga ik doen. Dat is de 12e persoon en de dag is nu praktisch voorbij. Import. Ga maar weg. Oké, dat was dus dag 1. Veel makkelijker dan ik dacht dat het ging zijn. Ja, oké. Hier is er dus een gedeelte van de game. Wat dus eigenlijk heel diepgaand is. Je moet namelijk eten en verwarming kopen. Tot op dit moment is iedereen oké. Je kan ook staan hungry, dan moet je eten kopen. Of cold, dan moet je dus verwarming kopen. Of sick, dan moet je medicijnen kopen. Maar als hier niks staat, dan hoef je ook niks te kopen. Want ze zijn oké. Dus je kunt wel iets kopen, zodat ze altijd oké blijven. Maar nu hou ik $70. Omdat ik alleen maar... mijn per dag mijn
huur. Ik hoor het op het Nederlands woord. De huur moet betalen voor mijn huis. Maar goed. Ik heb zo'n $70. Dus dat vind ik heel mooi. Want dat is heel veel. Maar goed. Grasson Checkpoint, een succes. Ja, oké. Okay. 24 november 1982. Oké. Inspector. From today, foreigners with a valid passport are permitted to enter. Your boot inspection hardware is now installed. Check all passport information carefully for discrepancies. Deny any entrance with inconsistent information. Enter inspect mode using the red button on your desk. While inspecting, highlight two pieces of discrepant information for further options. Okay, yeah, that wist ik. Dus er staat hier dat basic rules, gewoon ook dezelfde regels, dus iedereen moet een paspoort hebben en ja, ze mogen niet over datum zijn. En nu kun je inderdaad hier zeggen dat het zo moet zijn. Dat kun je daarbij selecteren. Maar goed, ga ik beginnen. We gaan kijken hoeveel mensen ik vandaag kan behandelen. Weer, ik weet niet het goede woord hiervoor. Kijk, ze komt uit import en nu ga ik het gezicht bekijken. Dat is goed. En ik ga de datum bekijken wanneer die uitvalt. En ik denk eigenlijk niet dat ze me nu al deze dingen gaan geven. Dat dit bijvoorbeeld fout is. Nee, Enkio. Oké, jij mag dus binnenkomen. Welkom in Narsotska. Als je fout maakt, dan komt hier zo'n dingetje erboven. Wat dus aangeeft dat je iets fout hebt gedaan. Hallo meneer. Je gezicht is hetzelfde. Je bent alleen te laat. Kijk, deze datums kloppen niet. Dan komt dus dat een scrappetje en dan kun je interrogate. Ja, nee. Nee. Je bent gewoon te laat. Je hebt gewoon je paspoort niet verdiend. Je hebt zeker geen geld, hè? Hè? Lauwaard, je werkt zeker niet. 7-3-1984 en haar gezicht komt overeen. Op dit moment hoef ik volgens mij nog geen andere dingen te bekijken. Dus ja. Dit is dan ook nog steeds een vrij makkelijke dag. Ja, nee. En dan zeg je hurry up, hè. Dat betekent best wel dat er iets fout is. Datum komt overeen. Is je gezicht goed? Ik ga even rustig checken hoor. Ik moet rustig aandoen voor mijn dokter. Ik mag niet al te veel werken. Dat doe ik toch. Maar dan moet ik op zijn minst rustig aandoen. Zo, even helemaal precies zo. Dat het helemaal mooi is. Ha, prachtig. Prachtig. Succes met je bus. Ja, alsjeblieft. Ik hou er niet van als ze zeggen dat ik moet opschieten. Hallo meneer, je gezicht komt overeind, de datum komt overeind, dus ik vind dat je binnen mag komen. Wat? Oké, dit is niet voor de kleine oogjes onder ons. Hoi, ja, mag je naar binnen komen? Ja, je gezicht komt overeind. Hoi. Ja, ik hoef niet. Nou, ik hoef jou niet te zien. Optreden, laten we het zo noemen. Laten we het optreden noemen. Dat is wat veiliger voor die meiden. Je mag binnenkomen. Ho, ho, ho. Wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Dat mag niet. Schiet hem neer, schiet hem neer, schiet hem neer. Echt niet schieten. Nou, voordeel. Die gozer kon toch niet schieten. Nu is hij ook dood. Zo makkelijk. The day was cut short by a terrorist attack. The sun is... Oké, ja. Dit krijg je dus. Volgens mij is dit een... Was dit de bedoeling van de game? Dat als je de eerste dag niet meteen alles kocht, dat dan de volgende dag alles nodig was. Want zoals jullie nu zien,
Ja. Iedereen heeft nu honger. Iedereen heeft verwarming nodig. En mijn zoon is zelfs ziek. Dus daar moet ik medicijnen voor kopen. Ja, dat is niet zo mooi. Dat gebeurt. Dus nu had ik gisteren $70 in mijn spaarpot, in mijn portemonnee zitten. Ik heb nu $30 gekregen. Dat zeggen dollars. Nou, het zijn wel dollars. Onder ik 6 mensen heb geholpen. Ja, nu moet ik dus alles uitgeven. Dus nu heb ik op $45. Maar goed, hey, het zeeft pas wanneer je naar de volgende dag gaat. Maar goed, dit was het einde van deze video. Laat even weten of je deze serie leuk gaat vinden. Dat kun je niet weten, want het is pas 1 video geweest. Maar laat even een like achter als je deze video leuk vond. Dan weet ik dat je het leuk vond. Dan weet ik dat ik meer video's moet gaan maken van deze game. Maar ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie weer in de volgende video. Ciao.